Ja, ik zeg maar. Actie! We gaan nu afscheid nemen van onze kamer, want het is 10 uur en we moeten eruit. We mogen niet blijven. Sommige is even buiten komen. Daar achteraan is de zee die we konden zien. Hier heb je onze buurvrouw. Ja, onze buurvrouw is ziek, want de buurvrouw moet vertrekken. Moet je vertrekken? Je moet vertrekken. Eigenlijk, de buurvrouw wil niet weg, hè? Nee. Maar het weer helpt ons. Ja, ja, het is lekker bewolkt. Het weer helpt ons. Misschien is het in België beter. Ja, misschien wel. En misschien is het daar 28 graden. Oh, ja. Wie zien we hier? Nou. Vandaag komen jullie uit België. Wees jij van... Tilok. Oh, nee. Ik had het kut over. Ah, nee. Oh, mijn jongen, Rudy is hier het. Was die gedaan? We staan hier buiten. Ja, dat is onze kant van de balkon, hè. Wij mogen blazen zoveel als we willen. En dan doen we zo. Hey, alles ik naar de overkant. Ik heb mijn valies aan de onder, juist vlak aan de deur. Dus straks hoef ik die gewoon aan de deur uit te trekken. Ik dacht, maar jullie mogen mij als komen helpen, want we hebben hier een pak bagage. Ja? Ik heb één net meer dan toen we net. Wij ook één, denk ik. Kom, we gaan op de voorkant. Ja. Oh. Oké, we zien u daar wel. Ja. Zo. Ik wens jullie allemaal nog een fijne dag. Niks vergeten op de badkamer. Oh, René als een shampoo staat hier nog. Aan deze kant? Nee, aan deze kant. Oké, okay. Dit is een aftocht. De badkamer. Ja, dat zeg ik ook al juist. Dat is fijn. Daar. Ja, laat de deur maar open staan. Die mag ook blijven staan. Maar ja, laat die ook op. Iedereen laat ze open staan. Die zak is dus mee. Vuile was. Ja, dat steekt allemaal in ons verlies. Ik heb er niet meer in gekregen. Nico, zijn alle weg? Ja. Alle weg. Ik ben hier zetten. René, je moet blauw. Kom, hè. Dat is een keer van die twee grote kleine koen, ja. En dan weer echt door. Ja, zie. Ik kom bij te komen. Moeder, ik mis je, ik kom eraan. Zusters, broeders. Ik jullie liggen op 10e week. Ja. Ik zal even een ja. Allemaal met de trap. Tel hen en wat op voor de laatste de hulp of zoiets. Oh man. En wel vrij weinig zon, hè? Ja. Wat ga ik eigenlijk doen? Nabeschouwingen door Rudy. We vertrekken vandaag om 6 uur. Half 6. Half 6. Anders blijf ik nog een week hier. Ik zou wel mooi als ik er aan denk. Die stomme kus. Dan op je snoren, dat is nog werk. Moet je nog steken? Mijn moe gewoon en ik. Ja. Jij zit juist aan de gelijk uw pad. Dat is
schemmende aandacht. Nee, ze zijn niet altijd dezelfde die de aandacht moeten hebben. Dan niet. Ik heb een rap in de kool, want ik moet dat. Ja, ik ben uw dienstmeisje. Ja, hallo. Hallo, wil je schat. Nog iets zeggen? Ja, ik hou van je. Oh. Ik zal je missen. Wat gezellig. Dat was wel geen echte hoest, hè? Nee, ik hoef nog even niet te hoesten als je zo doorgaat. Zo. Trek eens goed aan de sigaret. Heel diep. Service. Je hebt het al eerder gedaan. Wat heb ik hier? Ja, dit heb je al eerder gedaan. Arnie hier. Hey, Katten gaat niet. Er ligt een sigaret onder. Oh ja, het is een toch. We kunnen het controleren, hè? Jij gaat mij gewoon een lijn. Oh ja. Nu? Drinks eerst. Hij drinkt geen regen. Dat is toch wel een het hoesje van. Tineke. Tineke. We gaan schelden de laatste dag allemaal. Hetzelfde. Is hier met het weer iets? Lekker gezellig. Ja, heel gezellig was het hier. Ja. Hij is opgewekt. Maar we moeten straks naar huis, dat is erg. Ja, erg. 16 uur in de bus. Oh, als je nu 20 uur. Zij 20 uur. Oh, nog een stuk langer. Gewoon schandalig. Kom maar naar de bus, hè. Ja, we zijn dus al 5:15 vertrokken in Spanje in Calais. En we zitten nu aan de Pyreneeën. Dat is de gebergte tussen Frankrijk en Spanje. En René is ineens verdwenen.